De SP protesteerde woensdagmiddag tegen de sluiting van de bibliotheek aan de Tweede Oude Heeselaan. Deze biep was woensdag voor het laatst open. De SP ziet de sluiting als een kwalijke ontwikkeling. Nou, wij voeren actie omdat wij deze bibliotheek, maar vooral de andere bibliotheken in de toekomst in Nijmegen willen behouden van het dichtgaan. Er is 6 ton gemoeid met de bezuiniging op de bibliotheken. Vindt u die bezuiniging wel nodig? 6 ton is in verhouding ontzettend weinig geld om 7 bibliotheken dicht te doen. Want dat is wat men voor heeft. Men wil 7 bibliotheken sluiten. En daar wint men 6 ton mee. Het zijn peanuts. Wethouder Beerten heeft onlangs uitgeschreven dat iedereen een begroting voor cultuur mag indienen. En dan ziet u dus dat op de bibliotheken er door mensen niet bezuinigd wordt. Mensen willen juist het geld aan bibliotheken blijven uitgeven. En dat snap ik wel. Lezen is belangrijk voor jong en oud. En wij denken dat dat gewoon goed is voor de ontwikkeling van de mensen ook in Nijmegen. De directie van de bibliotheken in de regio Gelderland-Zuid ziet de ontwikkelingen niet zo somber in. De gevolgen zijn dat er dus 7 bibliotheken minder zijn in Nijmegen. Maar dat er ook een aantal goede bibliotheken overblijven in Nijmegen. 5 namelijk. Gaat de kwaliteit van de biep, zeg maar, wat de biep levert, gaat dat dan achteruit met deze bezuiniging? Nou, het is niet de bedoeling dat de kwaliteit achteruit gaat. Zeker niet. Want behalve dat er dus bezuinigd moet worden, wil Bibliotheek Gelderland-Zuid ook een andere koers volgen. En inspelen op de toekomst en de digitalisering, nou, daar weet iedereen van. Er wordt minder gelezen, meer op internet gedaan. En wij willen daarop inspelen door ook de bibliotheken te veranderen. En niet te denken alleen in vestigingen en gebouwen, maar ook in functies die de bibliotheek heeft. Dus eigenlijk heeft u met uw beleid de bezuiniging opgevangen zonder dat de kwaliteit achteruit gaat? Ja, we zien, bezuinigen is natuurlijk nooit leuk. En het sluiten van een bibliotheek, ook hier in Heeselaan, zeker zo'n bibliotheek die zo lang bestaat. Ja, dat is voor de medewerkers en de klanten in de buurt is dat natuurlijk niet leuk. Maar ik denk wel dat we daar een heel goed alternatief voor hebben. Dus ondanks de bezuiniging kunnen mensen gewoon blijven lezen? Ja, zeker. En ik hoop dat ze zeker naar de bibliotheken komen die er nog zijn. En wij doen in ieder geval ons best om ze te bereiken en we hopen ook dat ze ons vinden.